ben er trots op dat een wereldluchthaven en een wereldhaven, een wereldvlieger, laat ik het maar zo noemen, samen met Neste Oil en Sky Energy deze handschoen oppakken en gaan voor een duurzaam economisch cluster in Europa. En wat mij betreft gaan we als koploper in biobrandstoffen de wereld veroveren. De rol van Schiphol in deze ontwikkeling is met name ervoor zorgen dat de infrastructuur er klaar voor is. En ook het onderzoek naar biofuels financieel te ondersteunen. We hebben dat onder andere gedaan door de pilotvluchten New York-Amsterdam van KLM financieel te ondersteunen. En we zoeken naar andere mogelijkheden om dat ook te doen. KLM en Schiphol kunnen elkaar ongelooflijk steunen. Ook om dit soort initiatieven te nemen waarmee we dus structureel veel meer biofuel kunnen gaan produceren en efficiënt in het fuelsysteem van Schiphol kunnen krijgen. Nou, dat kun je niet alleen. Dat kun je alleen maar als je het samen oppakt. En ik ben er apetrots op dat wij hier dit Biopoort initiatief nemen. En dat was zonder de goede samenwerking met Schiphol, met de Rijksoverheid, was dat ook voor KLM niet mogelijk geweest. En als we een beetje doorzetten, dan gaan wij als Nederland het eerste land zijn wat echt de doorbraak forceert. En echt bereikt dat de luchtvaart op grote schaal op biofuel gaat vliegen. En daar ben ik als KLM er natuurlijk apetrots op dat wij erin voorop lopen.